wat leuk dat je weer kijkt. Je bent ze vast wel eens tegengekomen tijdens je wandeling. Grote grazers, paarden of koeien die ons, de boswachters, helpen met het gebied zo mooi te houden. En ik ga vandaag kijken of ik er een paar tegen kan komen. En ik ga je vertellen wat ze precies voor ons doen. Ga je mee? Ja, daar staan ze hoor. De Schotse hooglanders zijn dit. En die is denk ik, dat is echt de meest voorkomende grote grazer die je in Nederland kan tegenkomen. Je ziet ze vaak in dat bruinige kleed, maar je ziet hier ook wat zwarte exemplaren tussen staan. En die Schotse hooglanders, dat zijn echt de oerrassen van de Schotse hooglanden. De naam zegt het al. Zijn echt super sterk, kunnen heel goed voor zichzelf zorgen. En daarom worden ze ook vaak ingezet in natuurgebieden. Omdat ze zelf kunnen kalveren, zelf voldoende voedsel vinden. Ook als er voedsel schaarste is, zoals nu. Ze eten van alles, grassen, bomen. Met hun tong halen ze bast van bomen af, zelfs dat eten ze op. En zo zorgen ze voor heel veel variatie en vooral heel veel hoogte in het landschap. En dan moet je niet denken aan bergen, maar dan moet je denken aan hoogte in het gras. Dus heel laag en wat hoger. En dan komt een groot, lekker kruidenrijk gras op voor terug. En dat zorgt ervoor dat er veel insecten zijn. En als er veel insecten zijn, dan zijn er ook veel vogels en andere dieren. Dus deze jongens en meisjes doen echt ontzettend goed werk. Ja, verse koeienpoep. En het valt je misschien meteen op. Dit zijn niet van die vlaaien zoals die zwart-witte koeien die in de wei staan. Die heel eentonig voedsel hebben. Dit zijn meer een beetje, ja, gestapelde poffertjes. En dat betekent dat ze heel gevarieerd eten. En dat dit een heel gezonde drol is. Ja, je ziet hier een heel mooi heideveld. En heel vaak helpen de schapen natuurlijk om die heide zo mooi jong te houden. Maar ook die koeien die spelen een belangrijke rol in zo'n heideveld. Want die grazen er allemaal jonge boompjes uit. En daardoor blijft die heide echt heide. En wordt het niet een weerwar van allerlei bos. Die koeien die krabbelen zich heerlijk aan zo'n oude eik als deze. Je ziet die bast is er helemaal afgevallen. En die koeien die gaan die lekker tegenaan staan schuren. En zo raken ze bijvoorbeeld ongedierte kwijt. Dus zo'n boom die komt goed van pas. Ja, dit is echt een koeienpaadje. Het ziet er misschien uit als wandelpad. Maar de koeien die hebben dit gecreëerd doordat ze gewoon vaste routes in het gebied meestal lopen. En daar zijn we heel blij mee. Want daardoor lopen ze de bodem letterlijk kaal. En daardoor hebben pioniersoorten, allerlei soorten planten, maar ook insecten zoals bijvoorbeeld de zandbij, weer een kans om hier zich te vestigen met dank aan de koeien. Nou, ik sta hier veilig achter een hek. Want je wil echt niet in het echt zo dichtbij deze Schotse hooglander staan. Ook al zijn ze wel zachtaardig van karakter. Het zijn echt geen agressieve koeien. Maar het zijn wel wilde dieren. En als zij zich bedreigd voelen, vooral als ze jongen hebben bijvoorbeeld. Of als je echt heel erg in hun aura komt. Dan kunnen ze echt heel boos worden. En dan moet je het op een lopen zetten. En vooral ook als je honden bij je hebt. Let daar echt heel goed op. Hou die goed bij je. Ga daar niet mee naar die koeien toe, want dat vinden ze echt niet leuk en je moet ze niet kwaad hebben. Maar ondanks die gevaarlijke horens zijn het op zich echt hele, ja, bijna knuffelbare dieren, maar dus geen selfies maken met de Schotse hooglanders. En ondanks dat het echt super slecht weer is vandaag, heerlijk regent, dan zie je die koeien daar hebben echt helemaal geen last van. En die vacht is er ook echt zo op ingericht. Dan gaat even de koe tussendoor een beetje geluid maken. Die vacht is er echt op ingericht dat die regen er meteen weer afdruipt. En dat ze dus niet zeik en zeik nat worden. En je ziet het, deze Schotse hooglanders die krijgen nu wat kuilgras, wat hooi erbij. En dat is omdat het gewoon heel koud is op het moment en weinig voedsel te vinden is. En we willen natuurlijk wel dat deze dieren het goed hebben. Dus als de boswachter denkt, het gaat net een beetje op het randje, dan voeren we ze een beetje bij. Er komen zelfs geiten aangewandeld. Ook die hebben een bijdrage in het beheren van de natuur. En niet alleen geiten en koeien, maar ook heel veel paarden, exmoorponies of koningpaarden, die dragen hun steentje bij aan het natuurbeheer. En dat komt omdat ze allemaal zo hun eigen lekkernijen hebben. Dus dat hele palet aan grote grazers, dat wordt ingezet om te voorkomen dat wij bijvoorbeeld met grote graafmachines het gebied in moeten om bijvoorbeeld weer een heel stuk gras waar heel veel stikstof op is gekomen om dat af te plaggen, zodat de natuur weer een kans krijgt. Dat is niet nodig, met dank aan al deze schattige vrienden. Heel veel wandelplezier. Ik ben benieuwd welke grote grazers je allemaal kan ontdekken. En houd er wel rekening mee. Ze zien er heel lief uit, maar het blijven wilde dieren. Tot de volgende!